onze oudere werknemers nog steeds niet graag genoeg. En tegelijkertijd hebben onze oudere werknemers ook nog niet voldoende zin om langer te werken. Dus, werk aan de winkel. Ik geef het woord aan professor Dirk Buyns. Hoe graag zien wij onze oudere werknemers? Wat je natuurlijk als sleutelbeleid hebt, is langer werken. Onze eerste verantwoordelijkheid in de onderneming is ervoor te zorgen dat de uitstroom stopt. Dus als ik kijk naar ons personeelsaantal, dan zijn er toch wel 23% globaal. Mensen die ouder zijn dan 50 en ook een belangrijke groep die 60 en ouder is. De ervaring leert ons dat de markt open staat voor mensen met kennis en ervaring. Want zo komt het nu over. Hè? Je gaat werken. Goed aan de jongen, weet je, tot je 67. Hè? Dan, ja, dat zal dan wel 70 worden. Durven denken aan hoe gaan we werken met een soort van poolingssystemen waarin we mensen gaan opnemen en gaan beschikbaar stellen op diverse posities en op die manier gaan acteren. Maar dat gaat over een goede vervangingsratio. Oké, is dat, hè? Maar kijk eens wat ermee samenhangt. Wanneer zij medewerkers hebben die zeer goed zijn, dan houden ze die ook zeer lang. Die anciëniteit, men is te duur om ze gewoon terug aan te nemen. Contra al deze zeer pecuniaire redeneringen, denk ik dat er iets fundamenteel is wat vele mensen drijft naar hun pensioen, en dat is gewoon vrijheid. Ze willen hun goesting doen. Daarmee tot slot de panelleden danken van vanavond. Jan, Wouter, Nathalie en Frank, van harte bedankt voor jullie inzichten.